Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is min 9 momenteel. Windstil. Moet je horen. Je hoort ook helemaal niks. Even stil zijn, maat. Lekker. Je hoort in de verte hoor je een klein beetje gerommel. En dat is een waterkrachtcentrale. Daar ben ik ook nog niet bezig kijken. Misschien dat we dat vandaag even gaan doen. Ja, de buurman heeft dus gisteren het paadje gedaan. Helemaal top. Ik heb hem nog een paar keer achteraan gedaan omdat er nog wat sneeuw bijgevallen was. Dan kan je toch zien dat er aardig wat gevallen was. Ik had gemeten, een centimeter of 16 was het gisteren. Nou, dat is natuurlijk bij sommigen slechter een meter. Ja, er lag hier nog een beetje, dus ik moet even uitkijken, want hier ligt nog wel veel ijs onder het paadje. Dat lag gisteren ook bijna gestrekt. Ik wil jullie even wat laten zien. Dus ik neem jullie even een stukje mee aan de wandel. Heel klein stukje. Hé, maat! Die zit een nieuwe bos te slopen. Maar zo vindt het helemaal geweldig in de sneeuw, kijk. Hé, jij vindt het leuk, hè, maat? Hé? Oh, daar ging het bijna. Zo'n mooi gezicht hier aan de overkant. Die weilanden. Ik ga even de camera draaien. Dan kunnen jullie het ook zien. Schitterend toch? Het zonnetje komt lekker door, maar dat blijft maar eventjes, geloof ik. Hier zie ik vreemde sporen. Die zijn niet van mazzel. Dat zijn kleintjes, dat zijn geen reeën, denk ik. Ja, er moet hier genoeg lopen natuurlijk. Mooi, en nog geluid van die sneeuw. Maar kijk. Het is jammer, want het trekt net een beetje weg omdat het zonnetje komt. Maar het is allemaal dauw boven die... En zo ziet de weg eruit. Nou, dat is goed te rijden, zolang het geen ijs wordt. Helemaal goed. Hier kan je zien dat de reeën lekker door de tuin gewandeld hebben vannacht. Komen ze daar vandaan. En dan daar lopen ze. Nou, dan zo naar de buren. Van een plek uit. Goedemorgen. Morgen. Ja, in Zweden is het gebruikelijk dat als je gaat verhuizen, dat je je witgoed laat staan voor de volgende bewoners. Maar dit hebben wij geërfd. Kijk, zo ziet het eruit. Ja. Zou we ons niet aanwagen? Nee. Ik weet niet wat er allemaal voor. Zo'n opgedreven muis ligt erin. Ga dicht, weg ermee. Dus die gaan we even naar het vuil brengen. Dat is mooi, dat kan hier lekker makkelijk zonder afspraak. En als het goed is, past die net in de auto. Dus we gaan maar even proberen dan. We zijn dus onderweg naar de vuilstort. En daar heb je een Exarat, heb je er eentje. En een Achfors. Maar Exarat zijn we wel eens geweest, de andere zijn we nog nooit geweest. Dus we gaan vandaag eens een keertje naar de andere kant. En wat we ook nog nodig hebben is hout. Geen plinten, want ik ben klaar met de plinten. Maar hout, daar wil ik wat van gaan maken. Een soort kapstok ideetje, denk ik. Even oriënteren, wat het kost hier. En ik hoop dat het beter gaat als de spiegel. Ja. Maar het maakt niet uit, het komt ook wel weer goed. Het is een klein stukje rijden naar het mooie winterweg. Het is vannacht weer een beetje sneeuw bijgevallen, een paar centimeter, 1 of 2 centimeter geloof ik. Dat was het wel eens een beetje. Maar dan gaat het vanavond gaat het dooien, vannacht gaat het dooien, regenen. Het wordt een grote... ijsbaan. Ja, een grote bende gaat het worden. Dan gaan we gelijk maar een paar boodschappen halen. Dus we gaan vandaag even alle dingetjes doen, dan hoeven we morgen overdag weer niet weg. Nee. Dat is het eigenlijk wat we vandaag gaan doen. Even op de weg.
hoe heet het? 62, dat is een beetje de hoofdweg. Die is altijd wel mooi schoon. We gaan bij de stort. En we hebben hem gedumpt. Hoi. Zo makkelijk gaat dat hier. En we gaan weer. Nog even naar de winkel geweest. Aanmaakoutjes, nog een paar gordijnen en dan ook boodschappen. En nu zijn we even bij de bouwmarkt. Even kijken of ze hout hebben. Het is een soort drive-in. Voor ons heel nieuw. Allemaal loodsen, dan kan je gewoon met je auto doorheen rijden. Dus geweldig, we gaan even kijken. We hebben nog één projectje vandaag. Dat is de trap. We hebben van die traptredematten gekocht. Kijk. De hout. Het is een houten trap, maar helaas zit hij niet in de lak. Dus allemaal putjes en zo erin. En, nou, is niet zo mooi. Dus we doen er van die traptredematjes op. Is ook lekker warm voor aan de voeten. Dus nou moeten we ze nog even plakken. Nou, ze zitten erop. Kunnen we veilig naar boven met warme voeten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Vandaag over 2 weken zijn we weer in Nederland. Ik moet niet aan denken. Maar ja, het is niet anders. Er moeten ook weer centjes verdiend worden. Maar zoals je ziet, het ziet er niet best uit. Het heeft de hele nog gedooid en geregend. En je ziet het al. Nou, het dooit dus echt hard. En, hij is een grote barrenbende, net als in Nederland eigenlijk altijd in de winter. Kijk, en daar gaat de strooiwagen voorbij. Ah, dat doen ze hier wel goed hoor. De hele dag schuivers voorbij en strooien. Echt petje af, dat gaat echt achter elkaar door. Ja, de tuin wordt weer een bende. Jammer hoor, het was zo mooi. Maar goed, we gaan een projectje doen vandaag. Hopelijk beter dan de spiegel. Nou ja, hout moet drogen. Goeie les voor mij natuurlijk, dat het weer krimpt. Niet over nagedacht. Maar we hebben het framepje bewaard van de spiegel. Dus we gaan, als we een passende spiegel hebben, kunnen we hem erom zetten. Het framepje ligt nog binnen. Het kan mooi drogen. Dus de volgende keer gaat het allemaal goed komen. Ja, het is voor mij ook maar een beetje tobben. En, we gaan vandaag een kapstokje maken. En dat doen we met schaaldeel. En dan maken we een paar berkenstammen op. Ik ga het jullie eventjes laten zien. Simpel, hier beginnen we mee met een stuk schaaldeel. Zijn we trouwens naar de bouwmarkt geweest om dat te kopen. En dat valt nog niet mee. Maar gelukkig had ik hier nog een plank. Daar heb ik een stukje afgezaagd. Dus die ga ik gebruiken. Zo, kom maar, een windvlaag voorbij. Dat heb je hier niet veel. Schaaldeel. En dan gaan we stukjes berkenhout op maken. En die stukken ga ik even laten zien. Ik heb van de week een paar boompjes weggehaald hier. En heb ik eigenlijk allemaal stukken bewaard. Kijk, mos zit er nog op. Dan moeten we wel af. Het is wel mooi hoor, te laten zitten. Maar ja, dan wordt het binnen zo'n bende. Kijk, en ik heb eigenlijk allemaal stukjes bewaard waar een zijtakje aan zit. Die ga ik even bewerken, een beetje afzagen, een beetje op maat maken. En dan vastschroeven. En dan hebben we een kapstok. Ja, eigenlijk best simpel. Dus ja, zulke stukjes heb ik dan. Dan moet ik weer even gaan schoonmaken, maar dat geeft niet. Ik zal hem even maar laten zien. Kijk, stammetje. Stammetje. Ja, zo ga ik even een paar mooie uitzoeken. En dan zien jullie straks het vervolg. Dit zijn de 5 stammetjes die het gaan doen. Ik ga ze eerst even schoonboenen. Dan ga ik ze op maat maken, omdat ze dus op de plank passen. Kijk maar, want zo gaat het natuurlijk niet passen. Dus ja, die gaan we hier afzagen. Hier. En dan houden we dit naar voren. Of dit, sorry. Ik kon het even niet zien. Dus het komt eigenlijk zo op te zitten. En dan 5 stukken. Nou, we gaan verder. We hebben hier een voorbeeldje gemaakt voor de 17 centimeter, zeg maar. Zo kunnen ze worden. Tenminste, die komt dan zo erop te zitten. Gaan we aan de achterkant gaan we hem wat gladder maken. Dat zou in principe niet hoeven hoor, want je maakt hem aan de plank vast. Dus moet ik even kijken. Maar in ieder geval moeten er nog wat dingetjes afgehaald worden. Dus
zodat hij er recht op kan. Helemaal goed. Volgende stap. Ik heb hier 5 stukken met verschillende haakjes, noem ik het maar eventjes. Maar je ziet bijvoorbeeld bij deze al. Even kijken, waar is die hier? En die kan ik natuurlijk nooit zo monteren, want dan vliegt hij alle kanten op. Dus we gaan deze nog eventjes recht afzagen aan de achterkant. Zoveel mogelijk recht, want het is natuurlijk moeilijk met een kromme lat. Maar dan hebben ze een platte kant erop zitten. En dan moeten ze erop kunnen zo. Nou, die blijft vanzelf wel zitten, dat is helemaal mooi. Dus de volgende stap. Volgende stap. Platte kantjes eraan. Nou, heel simpel. We gaan het even proefleggen. Leggen. Ik leg het neer en dan ligt het vast. Ik ben in Rotterdam geboren, dus leggen is altijd een beetje. Is het nou liggen? Ik leg het neer en als ik het neerleg, dan ligt het daar. Zoiets is geloof ik. Maar het maakt niet uit. Ik zal het even laten zien. Nou, zo is dan een beetje het idee. We gaan ze even vastschroeven. En dan zien jullie zo meteen het eindresultaat. Nou, dit is dan het eindresultaat. Dan moet je nog aan de muur. Ik heb hem natuurlijk van de achterkant geschroefd. Zodat je aan de voorkant de schroeven niet zit. Nou, ik ben er best wel weer tevreden over. Kijk of die langer mee gaat als de spiegel. We gaan hem binnen even ophangen. Dit was de kapstok. En dit is hem geworden. Tadaa! Nou, past toch helemaal goed bij het huisje. Nou, even kijken of er nog wat aan blijft hangen ook. Nou, we zijn nog even boven bezig. Dit hebben we vorige week laten zien. Dit lag helemaal open. Maar dat hebben we dan maar zelf dichtgemaakt. En even gewit, dus ziet er alweer wat beter uit. En hier in het kamertje, het is, kijk eens naar buiten, het is lente. Het nachtkastje. Je zou zeggen, wat staat hier lelijk in de verf, maar dat is ook de bedoeling. Ik heb hem nu groen geverfd. En dan gaan we hem morgen of overmorgen, als die goed droog is, flink schuren. En dan wordt hij een beetje zoals die oude deuren, maar dan met groen erbij. Dus ben benieuwd. En hier is slaapkamer 2. Ja, de gordijnen hangen even een beetje raar, want dit muurtje is net geverfd. Voor de tweede keer, dus die is nu klaar. Even wachten tot hij droog is, tape weghalen, dan kan alles weer op zijn plek. Dan is dit kamertje ook klaar. En dan kunnen de gordijnen weer mooi hangen. Wat ben je aan het doen? De zooi aan het opruimen, ja. Vorige week al geprobeerd met de auto, maar dat lukt niet. Dus dan maar leeg scheppen. Het lijkt wel lente. Hè? Het lijkt wel lente. 4 graden, zonnetje erbij. Lekker hoor. Het heeft even geduurd. Maar het vat is weg. Ik heb hem leeggeschept. Toen goed warm gestookt, dus dat het ijs eronder ook kon smelten. En nu is hij weg. Ja, ik vond het is wel makkelijk natuurlijk. Je karton en je oude troepen verbranden. Maar we gaan het gewoon lekker voortaan inleveren. En dat gaat hier prima. Nou, dat hebben jullie gezien natuurlijk. Dus een beetje orde scheppen in de tuin. Een beetje oude zooi weghalen. Het is vandaag heerlijk weertje. We zijn lekker buiten een beetje aan het rommelen. Het is rond het vriespunt. Nou, jasje kan wel uit eigenlijk. Mutsje kan ook wel af. Hier tussen die bomen ging een grote balk. En we hadden de vorige bewoners een schommel aanhangen. Ja, schommelen doe ik niet meer. En het balkje ligt op de grond. En daar gaan we 2 balkjes van maken. Want ja, die kan ik gebruiken. Ik wil een soort hutje gaan maken in de tuin. Om lekker vuurtje te maken en dan een hutje erbij te... Maar goed, dat kan natuurlijk nu niet met de vorst. Moeten we even wachten tot voorjaar.
Maar die balk kan ik natuurlijk wel heel goed gebruiken. Hij is 5,40 meter, dus op 2,70 haal ik hem door. En dan heb ik alvast twee mooie staanders voor het begin van het hoekje. Er zaten twee hele grote stalen, hoe noem je dat, draadeinden door de boom heen. M12 geloof ik, M14, M16, ik weet het niet. Hele grote dikke jongens. Die heb ik eruit gehaald. Ik ben alleen een beetje bang voor die boom. Ik weet niet wat die dan... Dus ik heb de hout, ronde stukken hout, maat ingemaakt. Erin geslagen dat ze klem zitten. Dan bloedt hij in ieder geval niet dood. Tenminste, dat is mij geleerd. Dus even afwachten hoe de bomen het op gaan pakken. En anders eindigen ze in de kachel. Het is niet anders. Maar ja, het zijn mooie grote oude berken. Dus ik hoop eigenlijk wel dat ze kunnen blijven staan. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb... is het te zien? Daar is ons villa-huisje. Wat ik van de week gekocht had op de veiling. Boompje afgetopt en daar komt hij bovenop. Voederhuisje voor de vogels. Want er zitten toch wel heel veel vogels hier. Dat is wel leuk. Dus daar ben ik mee bezig. En dan ga ik nog een dingetje laten zien. En een klein stukje lopen. Palen. En die zijn ook neergezet om een soort carport te gaan maken. Dat wil ik ook wel, maar niet hier en ook niet met zulke palen. Dus die palen die kunnen we natuurlijk ook goed gebruiken voor het hoekje. Dus dat gaan we nu ook gewoon weghalen. Ze gaan de schuur in, worden ze opgeslagen, blijven ze mooi droog en dan kan ik die ook gebruiken voor dat hok. Dus dat is even wat ik aan het doen ben. Nou, voor de rest, kijk dan. Lekker zonnetje, helemaal goud. Dus we gaan lekker doorrommelen. Hey hey! Dit was hem weer. We hopen dat jullie het leuk vonden. En volgende week is er weer een nieuwe vlog. Wanneer, weten we niet precies. Maar dan hebben we weer nieuwe data. Dus dan kunnen we weer lekker uploaden. Ja. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Vergeet geen duimpje te geven. En commentaartje vinden we ook altijd superleuk. Abonneren is gratis. Abonneren kost ook niks. Gezellig. Nou jongens, houdoe. Hey dol, zeggen ze hier zo. En we zeggen gewoon nog lekker de mazzel. De mazzel. De mazzel.